En welkom bij de Rock Battle, de veldslag die we vandaag aan u gaan laten zien. Wij zijn reenactors, zoals u ziet. Zijn we allemaal behoorlijk realistisch aangekleed. En wat we vandaag aan u gaan laten zien is een stukje van de strijd die hier plaatsvond in dit gebied. En misschien is het handig als ik vertel aan u allen wat hier een beetje plaatsgevonden heeft in die periode in september 44, oktober rond die koers. Dat hier Amerikaanse airborne troepen waren geland, zoals u misschien allemaal weet, de meeste van u. En overal positie innamen. En dit gebeurde allemaal rond de periode van Market Garden. Je weet wel, de slag bij Arnhem, die uiteindelijk door de geallieerden werd verloren en een brug te ver was. En ook in deze situatie die wij vanmiddag aan u gaan laten zien, ziet u Amerikaanse troepen, die ziet u aan de rechterkant zitten ingegraven, zeg maar. En de Duitsers probeerden wanhopig bressen in de frontlinie te slaan. Dus dat gebeurde ook hier in dit gebied. Dus wat we u vanmiddag gaan laten zien is een stukje historie wat plaatsgevonden heeft hier. En de Duitse troepen proberen dus de geallieerden weg te drukken. Dat is ook wat we vandaag gaan laten zien aan u, hoe dat ging. Uiteraard zal het nooit zo zijn zoals in de werkelijkheid, maar het is een interpretatie. Deze situaties kwamen veelvuldig voor hier in deze gebieden waar we nu staan. En geallieerden hebben hier ook ontzettende verliezen geleden daardoor. En moesten daardoor ook constant weer de situatie herstellen. Wat met de nodige manskracht verloren ging. Uiteindelijk is het niet gelukt en duurde de oorlog nog langer. Dus daarom wil ik ook zeggen, in die nagedachtenis proberen wij het vandaag te interpreteren en een stukje daarvan te laten zien. Nogmaals, fijn dat u al in zulke grote getalen aanwezig bent vandaag. En ja, we hopen dat we een stukje geschiedenis kunnen laten zien. Even voor alle kleintjes, de explosies zijn soms heel hard. Dus denk aan je oortjes, ook voor de grote mensen. Denk aan je oren, vooral aan de kant van de Amerikanen, aan die kant waar ik nu heen wijs. Daar zal het hardst klinken. Dus hou er rekening mee. Goed, dan gaan we nu beginnen. Wat u het eerste gaat zien, ik ga het een klein beetje uitleggen van tevoren, dan begrijpt u beter wat er allemaal gebeurt. Als eerste zullen de Duitse verkenningstroepen, oftewel afklimmingssoldaten, naar voren gaan en die gaan het gebied verkennen. Dan krijgen ze een tegenvuur van Amerikanen die ze terugslaan en de Duitsers vragen om versterking. En die komt ook met artillerieondersteuning. Dus de hele stelling wordt onder vuur genomen. En daarna vallen de Duitsers definitief aan. Dat is wat we gaan laten zien vandaag. Zijn er nog vragen? Niemand? Ah, toch wel, ja? Nou, dan wens ik u wel heel veel. Ja, kijkplezier wil ik bijna niet zeggen, maar. Een stukje beleving. Dank u wel. Artilleriefeuer, jetzt fallen Punkt, Stützpunkt.
Achtung, Achtung, Artilleriefeuer, Unterstützung, Bundeswehr, 23, bitte schon. Feuer frei werden. Unterstützung, Artilleriefeuer, jetzt schon Position 2, 8 und 3. Könnt ihr schon Artilleriefeuer abgeben? Feuer frei, jetzt schon. Artillerie! Feuer! Artillerie! Weet je wat ik doe? Ga in!
Surrender! Give up! Vergeef nooit! Hij heeft ook een belletje! Maus! Kom eruit! Doe hoog! Hier! Well, I'm all done with everything.